Ja, dit is deze kut is van Marcel, want die had hem niet aanstaan. Ja, bloeper van Marcel. Bloeper van Marcel. Nou. Ja, die moet er ook in, Marcel. Ja. Denk erom. Ja. Kijk eens wat wij hier hebben. En ik mag Malou bij deze ridderen in de orde van Omroep Drimmelen. Oh, dankjewel. Ik heb er ook één voor Angelique natuurlijk, hè, want die doet het al wat langer. Dus ik ga jou ook ridderen. Ja, Alex slaat nee. Wij doen dat zomaar gewoon een keer, maar ik vind dat gewoon leutig. Ja. Maar iemand die echt eigenlijk stiekem aan de achterkant staat te kijken naar ons, die op dit moment aan het filmen is, onze eigen Marcel, die is geridderd in de orde van een maisleut. Nee, ja, meer dan terecht. Ik denk dat ik een van de weinigen die zo terecht is, ja. Dat is onze Marcel. En heeft Kees Verwaters beelden van gemaakt, want hij werd verrast en hij wist van niks. Het was zo prachtig. Hij had de stichting mooi voor elkaar, hè, dat hij daar om 2:30 moest zijn om iemand anders te filmen voor een. En toen was hij het toch zelf. Heel compleet. Dus daar hebben we, ja, hij precies. Snapte er helemaal niks hij van. Hij snapte er niks van. Nee. Gelukkig was iedereen erbij, hè, familie en vrienden, ja, ook alles van Marcel. Hoe toevallig. Ja, allemaal toevallig, maar hij had nog steeds niks door. Nee. Totdat Kees de camera overpakte en Marcel. En hij toch dacht, ik ben toch Marcel. Dus ook daar hebben we, ondanks dat Marcel dit keer ervoor stond, hebben we daar beelden van. En die zijn dik en dik verdiend. Ja, proficiat. Nou, die is bijna groter dan de schuur. En hier naast mij staat een prins die iemand in het zonnetje wil gaan zetten. En dat is altijd leuk, toch? Officieel momentje. En daarom ga ik aankondigen. Kijk, de media is er al bij. Staat hij aan, Marcel? Ja, nee, altijd. Goed zo, ga je het geluid? Ik heb altijd geluid. Hartstikke fijn. Dan ga ik voor jullie aankondigen. Prins Thomas de Eerste. We staan hier natuurlijk bij dadelijk een prachtig wagen te bekijken. Dat ga ik zo doen, maar eerst ga ik een hele mooie ridder aankondigen. Eén ding weet deze persoon in kwestie nog niet. Dat is namelijk iemand die alles hier op de mei vastlegt. Dat is iemand die altijd voor, na en tijdens carnaval aanwezig is met zijn camera. Dus één ding weet Marcel nog niet. Marcel, wil jij van deze kant op komen alsjeblieft? Kijk eens, naast jou staat iemand. Oké. Okay. Goedemiddag Marcel. Kees wist er meer van, want die stond op paraat om de camera over te nemen. Oké. Marcel zet graag mensen op de foto, mensen op de camera. Of het nou beweegt of stilstaat, hij is er altijd bij. Top vrijwilliger bij Omroep Drimmelen. Alle mensen van Omroep Drimmelen hebben ervoor gezorgd dat wij in coronajaar een prachtig mooi digitale versie hebben gekregen.
Eén ding weten jullie misschien niet, dat Marcel zo'n beetje 6 weken lang in de Korenbus gewoond heeft. Hij sliep er, hij dronk er, hij ontbeet er. Hij weet alles van de menukaart, dus mocht je nog wel willen weten, hij weet er alles van. Marcel en ik hebben elkaar veel gezien daar tijdens de opnames. En of het nou voor de kinderbingo, het maakte hem niet uit. Hij stond er, hij wist hoe het moest. Live, digitaal, ik heb termen voorbij horen komen dat ik niet wist. Wat sommigen misschien ook niet weten is dat hij ook vrijwilliger is voor Stichting Opkikker. Ik zie op Facebook al mooie emotionele momentjes voorbij komen waar jij weer mooie beelden van mag maken. Zelfs is hij gehackt door Russische hackers tijdens het YouTube kanaal, wat sommigen ook niet wisten. Dus hij is niet echt onopgemerkt gebleven. Ik denk een top vrijwilliger op de mei, maar zeker ook voor ons mooie carnaval. Dus daarom mag ik jou ridderen in de orde van de Meisje Leut. Marcel, wij Prins Thomas de Eerste, bij de gratie van de zondheid, Prins der Mijners en Mijnerinnekes, ridder in de orde van de Meisje Leut, beschermheer van alle meisjekapellen, verenigingen en beste jijnen, heer van de Warenstraat tot aan de sloot van Sint-Jan, baron van de Lunge Azen, graaf van Assie en Deura, hebben goed gevonden en gesolveerd te benoemen tot ridder in de orde van de Meisje Leut. Gij mag uw mooie medaille om hebben tijdens opnames, tijdens de overnachtingen bij de Korenbus en overal waar gij maar wil. Uw onverprezen wijsheid in te blijven zetten voor alle leutjuinen op de mei. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Netjes van mij vertellen, gisteravond was ik nog in Wassenaar voor de Stichting Opkikker. Daar doe jij hele goede dingen. Ja. Het gaat niet altijd goed, hè? Ik bedoel, soms dan gaat het ook wel eens mis. Mee in live uitzending hebben de mensen even zwart beeld. En dan verschilde jij je altijd mooi achter jouw amateurstatus. Want jouw levensmotto is, je kan niet altijd 6 gooien. Dat is jouw motto. Maar wij zijn heel blij dat wat jij allemaal voor mij doet. Hè, live uitzendingen, het Lof der Zondheid op de omroep brengen. Wat door heel veel mensen zeer gewaardeerd wordt. Dus het applaus is zeer terecht voor jou. Ja, deze heb ik niet aan voor de komen. Nee, dankjewel. Thank you.